Houders van grondbeschikkingen krijgen 3 maanden de tijd om hun perceel te onderhouden. Indien de 3 maanden zijn verstreken en de houders zich niet aan hun plicht hebben gehouden, zal de overheid de beschikkingen intrekken. Dit zei minister van Openbare Werken Riyad Nur Mohammed gisteren tijdens een toespraak bij de oplevering van een brug aan de Mandarijnstraat. Dit besluit is op basis van wetgeving genomen, meent de bewindsman. Kijk, we hebben een enorme klacht van mensen die verwoekerde percelen hier achterlaten. Mensen die het niet kunnen onderhouden. We hebben mensen die gebouwen hebben die een ernstig gevaar zijn voor de buurman, buurvrouw. Het kweekt niet alleen maar criminaliteit, maar het heeft ook gevaar voor levens. Vooral in de stad heb je dat. Oude gebouwen waarvan geen beheerder te vinden is of niemand zich bekommert. Nou, als niemand zich bekommert daarop, dan is het ministerie van OW die zich wel moet bekommeren. Wie moet zich anders bekommeren? Dus wij gaan niet wegrennen voor onze verantwoordelijkheid. De burger klaagt en iemand moet dat oplossen, punt uit. Dus wij geven de mensen, de bekendmaking is vanaf de deur uit. Op dit moment zet ik de netwerken in dat internationaal ook aandacht krijgt. En de mensen krijgen de gelegenheid om het zelf te doen. Als ze dat niet doen, dan neemt de overheid dat over. En dan gaan wij dat doen met de middelen van het eigendom. En dat kan betekenen bijvoorbeeld, als niemand zich bekommert over het perceel of het gebouw, dan staat dat in beslag nemen en terugnemen. En dan gaan wij dat overnemen, punt uit. De minister zegt dat bij dit besluit niemand is uitgesloten en dat er geen uitzonderingen worden gemaakt.